Welke kijkers van Ultra Games 93 en welkom weer terug bij GTA 3. Ik ben Daniel en we gaan vandaag een missie doen van Auska. De vorige keer hebben we heel leuk drugsverkopers uitgeschakeld met onze prachtige kogelvrije Patriot die op ons langst na de missie ontploft is. Door het verkeer in de tunnel. Maar nu gaan we naar Auska. Sam. Give it a quick prod. Oh, what is that gooey yellow stuff? Oh, hey, babe. My handyman. I was bored, so I came over to keep Asuka company. Yeah. She's got the makings of a natural, this girl. Nou, Cloud heeft weer helemaal zin in missies. En liever een beetje sneeuwend, want het is eerst kerstdag, dus hopelijk een beetje met sneeuw, een beetje leuk. Geen moord deze keer, gewoon een beetje achtervolgendjes. Maar ik denk dat het wel moord wordt, ja? Laat mij GTA kennen. Ja, we zijn altijd altijd veilig, we doen altijd rustig. 4 minuten, hallo hé! Hey. Geen rustige missie, gewoon hoppa! Je doet dit, dan krijg je dat. En waarom waarom weer ik zo? Zo koud is het niet. Nou, we moeten achter een boot aan en een vliegtuig. Oké, seems legit. We gaan achter een boot aan. We gaan deze keer een vliegtuig uitschakelen met een boot. Yeah, right. Yes. I'm going to kill the plane. The airplane. Waarom heb ik zoveel tijd trouwens? Als ik alleen naar die boot toe moet, dan ben ik er al. De boot staat hier beneden. Oh, misschien omdat sommige mensen even gaan stunten hier. Dat zou kunnen. Please, Mr. Politieagent. Niet doen. Bazooka. Bazooka, mooi. Oh, langzaam bootje. Niet mooi. Oké, waar moet ik naartoe? Nou, get to the marker. Waar is de marker? Pam, 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 pam. Nou, ik wil jullie in ieder geval wel een prettig kerstfeest wensen. Dat sowieso wel. En ik wil me... Waarom zou ik een vliegtuig uitschakelen op zee? Kan ik niet op het land gewoon gaan staan? Wait for the plane to start its operation. Hallo. Hallo. Oh, 5. Oh yeah. 5 kogels. Dan ga ik echt de airplane mee uitschakelen. Als hij daar komt, hè? Waarom moet ik dan hier gaan staan? Oh, wacht even. Hier is natuurlijk de landingsbaan. Hier is natuurlijk de landingsbaan. En dan moet dat ding helemaal om gaan vliegen. Zo. Dat is een oorlogsvliegtuig, is hè? Dan zo hier. En dan waarschijnlijk daar ergens zo. En daarom moet ik waarschijnlijk hier gaan staan. Nou, dan hoop ik dat ik nog goed schiet ook, anders... Want ik ken mijn schietkunst onlangs met bazooka. Niet goed. En vooral op bewegende voorwerpen. En een vliegtuig gaat namelijk een beetje sneller dan een auto. Klein beetje maar hoor. Dus even rustig. Ik moet niet zoveel bibberen hier. Zo koud is dat weer niet. Hoppa. Ze liggen in zee, wat leuk. Ze drijven. Joehoe. Meesterschot. Hoppa. Gewoon in één keer goed geschoten. Maar heel veel politieagenten achter me aan.
Dan hoop ik dat mijn auto daar nog staat. Kom op, ik moet er nog twee. Kom op. Pak dat ding. Pak dat ding. Nee. Stash the spank bag at corruption site. Construction site. Dan moet ik dus terugrijden. Terugvaren, dat bedoel ik eerst. Laat alsjeblieft mijn auto daar nog staan. Alsjeblieft. Of laat de kerstman daar een nieuwe auto hebben neergezet. Maar alsjeblieft, laat daar even een auto. Laat het wezen dat daar een auto staat. Oh, dit was op het nippertje ook. Holy fucking shit. Alle politieauto's ontploffen hier, joh. Dat is niet goed. Ik ga even doen tot ik weer aan land ben en dan zie ik jullie zo. Ben ik weer. Wegwezen hier. Rijden, kom op. We moeten hier wegwezen. Shit, dit gaat helemaal niet goed. Ben je spray? Het gaat helemaal niet goed, joh. Veel te veel politie. Wegwezen. Ben je spray? Dat was de politie? Zo. Hoi, meneer de politieagent, u kent mij toch niet meer, hè? Nee. Doei. Mooi. Maar dan vind ik dit ook een mooi eind. Mensen, kijkers, doe een duimpje omhoog. Help je mij mee. Help je kanaal mee. En abonneer als je nog niet geabonneerd bent. En dan ga ik de volgende keer hier naar binnen. Dan zeg ik doei.